Oké, okay, gaat het gebeuren met de tweede zusjes van de Heesdalen. Aangevuld bij de runner-up, de rookie of the year. En helemaal terug van weg, West Marissa van Eck. Maar die pakt die onshot. Het zal een van de twee zusjes zijn of niet. Het is Judy Pauw tegen de overmacht van de Weijrijders. Het viel op plaats nummer 2 en op 4. Er zit dan Lisa Pepsi terug. Ze op plaats nummer 3. Maar she is looking good. Is het Judy Pauw voor Geldermalsen? Let me hear you. Ze gaat hier aan de leiding aan met voor de dames. De overmacht uit Weijrijders Stiel. Die gaat de aanval niet redden. Judy Pauw volgens mij nog steeds op weg naar de finish op positie nummer 1. En de enige die de groeten het eten kan gooien is Sofiane Vrijs. Ze zit er wel dichtbij. Maar is het genoeg of niet? Dat is net de kort van de winst. Gaat inderdaad naar Judy Pauw.